te kijken naar wat achter bomen leeft en naar wat jou 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd, voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen. Geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland. Loch Ness. Gelukkig hadden we een rustige, vredige en kalme dag. Ja, het leven bestaat niet alleen uit werk, werk, werk. Je moet ook kunnen uitrusten. Nou, je zult niet veel rust krijgen. Nee, inderdaad. Voor mij vandaag geen rustdag, als je het mij vraagt. Kabouters uit de hele wereld komen met hun moeilijkheden naar deze rechtbank op zoek naar een oplossing. Ja, maar soms komen ze niet hier naartoe. Dan zijn wij degene die naar de problemen toe moeten gaan. En zo reizen we heel wat af. Dat is waar. Zoals toen die keer dat we naar Schotland moesten. Weet je nog, Daan? Ja, dat zal ik nooit vergeten. Het groene Schotland. Met zijn doedelzakken, zijn klederdracht. Daan, er schijnt iemand bij de ingang te zijn. Hallo, goede kleine vriend. Wat heb je daar? Het is een brief. Kom jij helemaal uit Schotland, arm klein dier? Je hebt een hele lange reis gehad en nu moet je nog terug met het antwoord. Als je hem niet openmaakt, weten we nooit wat erin staat. Goed, laten we gaan kijken wat het probleem is voor onze Schotse vrienden. Waar is mijn bril? Die ligt in de la van je bureau. Nou, lees jij maar voor. Beste David, jouw ervaring in dit soort zaken kennende, vragen we je om hulp. We wonen vlakbij Loch Ness en we worden geteisterd door vreselijke aanvallen van een monster dat in het meer woont. Huh? Een monster zo groot en angstaanjagend dat we onze huizen haast niet meer uit durven. Kom alsjeblieft naar Schotland. Maar daar was altijd maar één monster en dat was Nessie. Precies. Ik begrijp het niet. Nessie was altijd een goede vriend van de kabouters. Het is heel vreemd. Wij gaan naar Loch Ness om te kijken wat daar aan de hand is. David, zei je dat wij gaan? Hoi, mag ik mee? Mag ik mee naar Schotland? Jij mag mee. Jippie! Daan, zo is het genoeg, mijn jongen. Doe eens even rustig aan. We moeten onze reis toch voorbereiden, hè? En jij vertelt onze Schotse broeders dat we zo snel mogelijk komen. Afgesproken? We gaan naar Schotland, we gaan naar Schotland. Nou zeg, wat is dat voor kabaal? Wat is er met jou aan de hand? We gaan op reis. Wat voor reis? En waar naartoe dan? Nogal ver weg, maar onze Schotse vrienden bij Loch Ness hebben ons nodig. Naar Schotland? Maar David... Schotland is heel ver weg. Haast helemaal aan de andere kant van de wereld. We zijn er snel genoeg en Harry zal ons brengen. Harry? De zwaan? Alsjeblieft, David. Je bent toch niet van plan om op die grote vogel te vliegen? Mijn beste zuster, die grote vogel is een goede hulp bij al onze reizen... door zijn enorm uithoudingsvermogen, zijn vriendschap en veiligheid tijdens het vliegen. Zeg maar niet dat je dat niet wist. Natuurlijk wel, maar op jouw leeftijd... Ik vind dat je niet op zo'n gevaarlijke manier hoort te reizen. Je hebt gelijk. Wat bedoel je? Ik ben nog maar 300 jaar. Ik ben in de bloei van mijn leven en ik ben jong van hart. Kom, eet. Dat is... Ik moet met die zwaan praten. Ik wil niet dat je op hem reist. Daar zorg ik wel voor.
Niet bang zijn, kleintjes. Dat was alleen maar een fluitje om Harry te roepen. Hou op met bibberen en ga eten. Doe nou, kom hier een beetje. Dit is slecht voor jullie spijsvertering. Niemand gaat jullie... Harry, ben je gek geworden? En met deze idioot willen ze naar Schotland vliegen? Eens even kijken. Daar is het. Kijk dan, dat is Schotland. Het is een heel mooi land. Ik weet zeker dat je het leuk zult vinden. Maar David, ben je er dan al eens eerder geweest? Ja, dit wordt de derde keer. En hoe zien de meisjes eruit? Hè? Mooi, net zoals het hele land. Kijk dan, zie je die plek daar in het midden? Kun je het zien? Ja. Nou, dat is nou Loch Ness. En rond dat meer wonen de kabouters die om onze komst en hulp gevraagd hebben. We ontmoeten ze hier aan de zuidkant. Daar? Wat is daar? In het noorden? Ja. We kunnen niet verder naar het noorden. Het is daar nog erger dan tegen een monster opbotsen. Het zit daar vol met auto's, snelwegen, rook en vuilnis. Kijk, die zwaan vliegt nu al een tijd boven het meer. Ja, je hebt gelijk, maar hij is er al een hele poos. Ik wil wedden dat het onze vriend David is die ons zoekt. Jones, geef een seintje met een raket. Kom voor me aan, Mick. David, David hier! David, hier! David! Ik geloof dat ik ze al zien. Daar rechts, in het bos, op die open plek. Ik zie ze niet. Mijn ogen zijn niet zo goed als de jouwe, Dan. Ik weet zeker dat het ze zijn. Ik zag ze bewegen en ik geloof zelfs dat ik stemmen hoorde die jouw naam riepen. Goed dan. Dan, Harry, we kunnen naar beneden. Kijk, Mac, ze komen omlaag. Ze hebben ons gezien. Ja, maar volgens mij gaan ze veel te snel. Oh! Met die fratsen! Maar wel spannend! Als ze zo snel landen, dan krijgen ze een ongeluk. Ik denk het wel, Sam. Ik hoop dat ze op tijd kunnen stoppen. Bukken, jongens! Ah! Maar wel spannend, hè? Je moet het toegeven. Omdraaien en landen maar, Harry. Kom op, jongens. Pak de doedelzakken om hen te begroeten. Hallo, ik ben de rechter David uit Nederland. Welkom bij Loch Ness, David. Ik ben Mac, de hoofdkabouter van Schotland. Leuk je te ontmoeten. Mag ik je voorstellen? Dit is nou Daan, mijn assistent. Hallo, hoe gaat het? Ik vind het leuk je te ontmoeten, Daan. Hoe was de reis? Schitterend, vooral het laatste deel. Oh. Ja, je hebt ervan genoten, hè? Speciaal van de landing. Boven zag ik al dat Schotland een heel mooi land is. Dus ik ben blij dat ik mijn tekenspullen mee heb genomen vandaag. Inderdaad, Daan, heel mooi en schitterend vanuit de lucht. Maar hier op de grond hebben we dat monster dat al ons plezier vergalt. En ons volk verwacht dat je daar een eind aan maakt. Anders maakt dat vreselijke beest een eind aan ons. Wacht even, weet jij heel goed wat je zegt? Het monster van Loch Ness was altijd een vriend van kabouters. We hebben genoeg bewijzen die je zelf kunt onderzoeken. Maar er zijn ook erg veel kabouters die zagen hoe hij alles wat op zijn weg kwam vernietigde. Wil je het zien? Daar is later wel tijd voor. Volgens mij hebben ze honger. Mijn vrouw heeft een verrukkelijke stamppot voor je gemaakt. Ik vind dat een geweldig idee. Ik kom zo wel. Ik wil eerst nog wat gaan tekenen. Nou, zoals je wilt, Daan. Harry, ga je met me mee? Wat vreselijk. Wat een ravage. Zie je wel, welk ander schepsel behalve het monster kan zoiets doen? Het ziet er werkelijk uit als een vuilnisbelt. Zeg, vertel eens, komt hij hier vaak? Elke nacht en het wordt steeds erger. Vaak is hij zo kwaad dat hij alles vernielt wat er voor zijn poten komt.
pas geleden heeft hij zelfs branden gesticht. Het is een onhoudbare toestand. Ja, dit is een groot probleem. Begrijp je waarom we hier geschreven hebben? Begrijpen wel, maar als jullie het niet erg vinden, wil ik het monster zien voordat ik een beslissing neem. Dat zul je alleen moeten doen. Hij komt nooit overdag tevoorschijn. Hij is altijd 's nachts bezig en dan durven wij niet naar buiten. Weet je wel zeker, Mac, dat je hem nooit overdag te zien krijgt? Nooit. Zodra de zon ondergegaan is, komt hij tevoorschijn. Weet je, Mac, dit is een heel belangrijk feit. Nu je al deze vernielingen gezien hebt, denk ik dat je wel zult begrijpen waarom we bang zijn en ons zo gedragen. Luister, is er een plek waar we hem goed kunnen zien? Maar wel een veilige plek natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Juist, Daan. We moeten naar een veilige plaats zoeken om hem te kunnen bekijken. Nee, David. Nee, neem geen risico, alsjeblieft. Je kent dit gebied niet en het is gevaarlijk. Maar begrijp je niet dat als ik niet weet hoe dit verschrikkelijke monster eruit ziet, ik jullie ook niet van hem kan bevrijden? Jullie moeten een veilige plek voor bezoeken om het te kunnen zien. Nou, ik ga met je mee. Sam? Daan, we doen het vannacht. Mijn beste David, ik ben ook heel benieuwd naar dat monster. Zo mag ik het horen, mijn beste Daan. En nu moet je Harry halen. Lopend. Laten we geen tijd verliezen, Mac. Je hoort het. Alles komt voor elkaar. Ik ga met je mee om Harry te halen. Hij zal hier zo wel zijn. Denk je dat de mist nog dikker wordt? Het is niet erg helder, hè? Ik denk het niet. Sorry, hoor. Ik ruik een hele vreemde lucht, de stank van een dronkaard of zoiets. Er schijnt iets te bewegen in het meer, kunnen jullie het horen? Waar is het, David? Het is hem. Het is het monster. Ja, ik heb het gezien. Blijf kalm. Dat gebrul betekent dat hij een beetje boos is. Daar gaat hij. Kom op, Harry. Naar rechts. Daar is hij, Harry. Hij gaat naar die grot. Laten we teruggaan. Daar komt hij weer. Wat is er gebeurd? Hij zit verborgen in een grot aan de oever van het meer. Kom op, Daan. Kom mee. Ja. Het gaat goed, hè, Mac? Dat verbaast me niks, dat dacht ik wel. Ze zijn stomdronken. Kijk daar, daar is een monster. Maak voor veel water. Ik voel me niet goed, ik ben ziek. Ik heb wat water gedronken toen we in het meer waren. Het had whisky moeten zijn. Oh. Ja, ja, je hebt gelijk, broer. We vullen het met whisky of bier. Ik ben ook ziek geweest, net zoals jij. Ik wil een bierdoos! Hey, Pot, ik denk
Kom. Stilte! Deze idioot wil niet ophouden met snurken. Poppie, sta op en maak wat bakken. Ja. Dank je, dat had ik nodig, ja. Een whisky doet. Maar had je me niet kunnen waarschuwen? Daar komt het door. Nu weten we waarom het hele meer zo naar de drank, naar whisky stinkt. Ja, en dat samen met die stank van die trollen. Het is een afgrijzelijke combinatie. En dan hebben we hier het antwoord aan. Het monster dat onze vrienden bij het meer bang maakt, is alleen maar een vermomming van de lelijke, dronken, stinkende trollen. We hebben nu de kans om dit monster onschadelijk te maken. We zullen ze een lesje leren dat hun heugen zal. Juist, maar wat ben je dan van plan? Later. Eerst ga je Mac en zijn vrienden zoeken. Ik wil dat jullie me brengen. Braam, Struiken, Dorens en Jeugdmoeder. Maar je blijft hier niet alleen. Dat is te gevaarlijk. Er zal me niks gebeuren. Ga op weg. Ze slapen voorlopig nog wel en ik wil ze een kleine verrassing bereiden. Schiet op, we mogen geen tijd verliezen. Ik ben zo terug. Aan het werk. Ik doe een beetje Spaanse pepers, een beetje wonderolie in de whisky. En lekkere chilisaus. En een vleugje azijnzuur. Vinden ze vast lekker. En ik hoop dat dit recept ze de lol doet vergaan anderen te plagen. David, waar ben je? Ik ben hier. Kom maar binnen. Kom mee, vrienden. Zo, hier heb je je spullen. Dank je, Daan. Je bent precies op tijd. Ik heb voor vannacht een speciaal drankje gemaakt voor het stelletje dronkaards. Dus dat ding daarboven is de monstervermomming, hè? Ja, inderdaad. Konden we zo dom zijn? Maar wat gaan we nu doen? David, zeg het eens, waar beginnen we mee? Ik heb deze vermomming eens bekeken en zoals ik al hoopte is hij vies en kleverig. Dus hoeven we geen teer te gebruiken. Wat een vreselijke stank. Dat bespaart ons veel werk. Die braamtakken en torens plakken er dan gemakkelijker aan vast. Precies, Daan. Dat denk ik ook. Ik zal ze daarom wel hard moeten gooien. Ja. Goed zo. Geen tijd verspillen. Zijn jullie klaar, jongens? Ja? Nu kun je gaan gooien. En daar gaat de jeugdpoeder. We zijn hier klaar. Hup. Zo, dat is waar. Net wat je zegt. Schitterend. Dan kunnen we dit stinkende, smerige hol nu verlaten. Vannacht komen we terug om het nabaakmonster uit te zwaaien. Dat wordt leuk. Om je de waarheid te zeggen, het spijt me niet dat het monster voor eens en altijd verdwijnt. Goed, nu moeten we hier vandaan voordat het donker wordt en deze zatlappen wakker worden. Vannacht zal ik meer plezier hebben dan ik in lange tijd gehad heb. Wat hebben jullie beesten een disco? Mijn maag staat in brand, ik ben ziek. Wat erg. Dit is het werk van die rotgebouwen. Wat erg.
Ja. Het is gelukt. Ze zijn er vandoor. Leuk ding, zo'n doedelzak. Niet slecht. Ja, heel mooi. Applaus voor David en Daan, omdat ze ons bevrijd hebben van het monster, zodat er weer vrede heerst in onze wereld. Heel goed, Daan. Morgen. Dank je. Heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid. We moeten weer naar huis, maar eerst wil ik jullie zeggen dat het heel fijn was om mijn Schotse broeders te bezoeken. Hé, hey, David, Harry is nu klaar, hoor. Heel erg bedankt, Jones. Mac, ik hoef je niet te vertellen dat jullie en je vrienden altijd welkom zijn in mijn huis. Het spijt me, ik denk niet dat het mogelijk zal zijn. Onze lieve vrouwen willen niet dat we ergens naartoe gaan. Wat bedoel je, Mac? Waarom niet? Nou, daar heb je het antwoord. Op je gezondheid. Ja. Vind je niet? Zoals je ziet, het is heel eenvoudig. De vrouwen zijn de baas, zij geven de bevelen. Waar is Daan? Ik heb hem al een tijdje niet gezien en we moeten weg. Dank je, meisjes. Ik ben zo klaar, David. Dan kunnen we gaan. Ja, ja. Beneden, David. Daar, in het meer. Dat is Nessie. Ja. Ja hoor. Ja, dat is hem. Nu kan het echte monster van Loch Ness weer vredig verder leven. Nou, dat hoop ik wel. Schlietzwijs, Nessie, Schlietzwijs. Schlietzwijs.